In de jaren 40 stroomde Hollywood vol met jonge vrouwen die allemaal hoopten carrière te kunnen maken in de entertainmentindustrie. Elizabeth Short is zo'n vrouw. Zij is op zoek naar een leven in de showbiz in Los Angeles. Maar het leven in Hollywood gaat niet altijd over rozen. Zo komt ook weer naar voren in dit verhaal. In 1947 werd het levenloze lichaam van Elizabeth Short, bijgenaamd de Black Dahlia, gevonden in Los Angeles. De zaak van de Black Dahlia is tot op de dag van vandaag een van de meest beruchte en mysterieuze moordzaken uit de Amerikaanse geschiedenis. Van harte welkom bij deze nieuwe misdaad en mysterie. En een mysterie, dat is het vandaag zeker. Ik ga het vandaag hebben over een lang verwacht verhaal, want dit is echt enorm vaak aangevraagd. Ik ga het hebben over de Black Dahlia. Een zaak uit de jaren 40, dus we gaan een flinke sprong terug de tijd in. De laatste tijd moet ik best wel weer uitkijken met wat ik allemaal op YouTube zeg, omdat een heleboel van deze details super heftig zijn. Maar wil je deze details nou wel weten, dan deel ik deze wel in mijn podcast genaamd Moordcast. Wij zijn exclusief en alleen te beluisteren op Podimo. Ga naar podimo.nl/moordcast om je daar aan te melden, want als nieuw lid krijg je de eerste 30 dagen gratis en zo kun je naar ons luisteren. Dus doe dat vooral. En het is natuurlijk tijd voor de shout-out van deze week. Elke week zet ik iemand in het zonnetje in de comments. En meestal kies ik vragen uit of mensen die het over de zaak inhoudelijk hebben. Maar dit keer kwam ik dus een hele toffe comment tegen. Kon ik natuurlijk zeker vandaag niet overslaan. De shout-out gaat deze keer naar Mout58. Ik vind je video's enorm interessant. Ik kan niet wachten op deel 2. Zou je een keer de Black Dahlia willen delen? Ja, dat gaan we vandaag doen. Weet je wat het leuke is? Kijk echt heel vaak naar jullie comments. Als jullie iets aanraden, een zaak, dan maak ik er screenshots van. Die screenshots die zet ik wel eens een avondje onder elkaar. En dan ga ik lijstjes maken met namen waar ik even in moet duiken. En dan uiteindelijk maak ik een shortlist van zaken die geschikt zijn voor in de aflevering. En de Black Dahlia, daar kon ik al langere tijd niet omheen. Want het is een enorm bekende zaak. Een van de meest beruchte moordzaken van Amerika. Ik waarschuw jullie wel, het is echt verschrikkelijk wat deze vrouw is overkomen. Het gaat over Elizabeth Short, een 22-jarige vrouw met een leven voor zich. Hoe zij aan haar einde is gekomen, daar draait je maag echt van om. En ik waarschuw jullie alvast, als je op het internet gaat kijken, google het maar niet. Als je niet tegen extreme beelden kan, kijk deze video, maar ga niet het internet op. En het moet geen trigger zijn voor jullie om het wel te gaan doen, maar er zijn een heleboel afbeeldingen in omloop waar je veel te makkelijk op terecht komt. Dus vandaar dat ik jullie echt daarvoor wil behoeden. Dit is geen uitnodiging om het juist wel te doen. Ik waarschuw jullie gewoon. Daarbij wil ik gelijk even de disclaimer geven, want alle verhalen die ik vertel zijn verhalen waar natuurlijk verschrikkelijke dingen in voorkomen, zoals moord, geweld, soms ook misbruik. In dit geval komen ook martelingen aan bod. Houd er dus rekening mee. Kun je daar niet tegen, klik deze video weg. En ben je onder de 12 jaar oud, sowieso maar niet proberen. Je hebt de kijkwijze gezien, niet doen. Verder is het natuurlijk niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. En alle informatie die ik heb gevonden is informatie afkomstig van internetbronnen, documentaires, etcetera, etcetera. Ik heb het gebundeld tot één verhaal voor jullie. Je kunt deze zaak volgens mij zo lang krijgen als je zelf wil, want er bestaan zoveel documentaires, films, series over. Er is gewoon veel te veel over te vinden eigenlijk. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ga ervoor zitten. En dan gaan we heel snel beginnen met het verhaal van de moord op de Black Dahlia. Op 29 juli 1984 wordt Elizabeth Short, ook wel Bet genoemd door haar familie Betty, geboren in het plaatsje, in de stad Boston. En ze wordt geboren in een wijk genaamd Hyde Park. Ligt in de Amerikaanse staat Massachusetts. Voor degenen die Boston niet kennen, ligt redelijk dicht bij New York. Aan de oostkust van de Verenigde Staten. Daar ligt Boston. Beth's moeder heet Phoebe Mae Sawyer. En haar vader Cleo Alvin Short Jr. En daarnaast heeft Betty nog twee oudere zussen en twee jongere zussen. Zij was precies de middelste van de vijf dames. Ze kon alleen maar vrouwen produceren in dat gezin, volgens mij. In 9 jaar tijd heeft die vrouw 5 kinderen op de wereld gezet. Intens hoor. 5 zwangerschappen in 9 jaar tijd. 5 bevallingen. Poepoe. De moeder van Beth is huisvrouw, zorgt voor de kinderen. En de vader van Beth is erg handig. Hij bouwt veel. Die is ontzettend goed met zijn handen. En heel grappig, hij bouwt voor zijn werk minigolfbanen. Nou, dat moet er ook komen, hè?
In 1929 verliest hij een groot deel van zijn vermogen door de beurskrach. Even in Jip-Janneke taal, het gaat om een plotselinge crash van de beurs- en aandelenkoersen. En daardoor raakte deze man in één klap best wel veel geld kwijt. Deze financiële ramp zorgde ervoor dat er iets knapt, hè, bij de vader van Beth. Een jaar later, in 1930, raakt hij ineens vermist. Zijn auto wordt dan teruggevonden bij een brug. Hij is vermoedelijk in de rivier gesprongen. Ze gaan er nu vanuit dat hij dus een einde heeft gemaakt aan zijn eigen leven. Beth is dus haar vader kwijt. En ze is dan nog maar 5 à 6 jaar oud. Hierdoor staat moeder Phoebe er natuurlijk ook gelijk alleen voor. Ze hebben geen geld. Ze heeft een gezin met 5 kinderen. En dat moet ze in haar eentje zien te onderhouden. Het is nogal wat. Phoebe verhuist daarom met haar 5 dochters naar een kleiner appartement. En heel veel respect hiervoor, want het was in die tijd zeker niet heel standaard om als vrouw aan het werk te gaan. Maar Phoebe had geen keus, dus ze gaat ook nog aan de slag als boekhouder. Gelukkig krijgen ze een soort uitkering waardoor ze het financieel toch wel redden. Een tijd later gaat het alleen niet zo lekker met Beth. Ze heeft regelmatig last van haar gezondheid, met name van haar longen. Ja, ze heeft last van bronchitis en astma-aanvallen. Als ze 15 jaar oud is, moet ze al aan haar longen worden geopereerd. En de dokter adviseert haar daarna om, nou ja, niet te emigreren, maar wel naar een ander klimaat te verhuizen. In Amerika heb je verschillende soorten klimaten. Je kunt van de ene kant naar de andere kant vliegen en dan sta je er heel anders voor ineens. Een gematigd klimaat, dat zou ideaal zijn voor haar longen. Moeder besluit Beth naar Miami te sturen. He, dan gaat ze in de winter naar Miami toe. Ze is dan 16 jaar oud. Hoeft ze in ieder geval geen last te hebben van de kou. Daar hadden ze ook familie zitten dus. Een paar jaar later gebeurt er toch iets eigenaardigs. Er gebeurt een wonder, want de vader van Beth staat op uit de dood. Het is toch niet te geloven. Even zonder dolle. Phoebe krijgt een brief eind 1942. Niet zomaar een brief. Het is van de vader van Beth. Vader Clio. Hij was 12 jaar vermist. Of in ieder geval, hè. Ze dacht 12 jaar lang dat hij hartstikke dood was. Maar niks is minder waar. Vader had er gewoon helemaal geen zin meer in. Die financiële issues, hè. Met 5 kinderen. Hij zag het allemaal niet meer zitten. Hij wilde een nieuw leven opbouwen. Dat heeft hij gedaan. Hij is gewoon stiekem naar Californië verhuisd. Hij werkt daar op een scheepswerf. Waar ze dus schepen bouwen en repareren. En hij is druk bezig met het sparen van geld. Maar hoe bizar is dit? Zijn geld was gewoon op. Hij had geen zin meer in het gezin. Nou ja, je gaat er 12 jaar lang vandoor. Hoe dan? En de nerve om dan gewoon een briefje te schrijven 12 jaar later. Echt, shame on you. Dat doe je toch niet? Maar eigenlijk, waar het op neerkomt, Clio de Klojo wilde dolgraag een nieuwe start maken met het gezin. Maar gelukkig, hè, Phoebe houdt voet bij stuk hoe moeilijk het leven nu wel is om als alleenstaande moeder voor 5 kinderen te zorgen. Deze man komt niet meer in het leven. Good for you. Je zou zeggen dat je als kind ook niks meer met je vader te maken wil hebben, maar Beth wil eigenlijk toch wel graag haar vader leren kennen. Ze was 5, 6 toen haar vader verdween. Sterker nog, ze begint brieven uit te wisselen met hem. Dat gaat best wel goed. Ze gaat zelfs op een gegeven moment bij haar vader wonen. Het is nogal wat, hè? Nou ja, weet je, ik vind ook wel dat als je 6 bent en dit gebeurt, ja, ik snap wel echt dat je je vader wil leren kennen, maar het is intens wat Clio de Klojo heeft geflikt. In december 1942, als Beth 18 jaar oud is, trekt ze bij hem in het plaatsje Vallejo. En dat ligt vlakbij San Francisco, helemaal in het westen van Amerika. Ze mag bij hem blijven totdat ze daar een baan heeft gevonden. Maar ze houden het helaas niet lang met elkaar uit. Nog een jaar of misschien een jaartje. Ze hebben heel veel ruzie met elkaar. Dat clasht behoorlijk. En in januari 1943 besluit Beth ergens anders te gaan wonen. Elizabeth Short is trouwens inmiddels uitgegroeid tot een prachtige jonge vrouw. Als je haar foto's ziet, hè. Dat figuur, die uitstraling, dat mooie haar, de huid. Flawless, het is niet normaal. Ze heeft prachtige lichtblauwe ogen, een lichte huid. Gecombineerd met donkerbruine, vaak zwart geverfd haar. Ze ziet er vrij uniek uit. Haar haar draagt ze vaak tot aan haar schouders. Het zit vol met prachtige jaren 40 krullen. Een beetje zoals je het in die tijd ook altijd wel zag, hè. En soms draagt ze bloemen in het haar. Dat deden de vrouwen destijds wel vaker. Ze is 1,65 meter. Ze heeft een mooi slank figuur. Ronde heupen. Prachtige benen eronder. Het is echt, als je die foto ziet, denk je ook echt, wauw. Weet je, dat heb ik. Ik vind dat echt, ben er wel van onder de indruk. Eigenlijk van jongs af aan zag ze altijd al iets ouder uit dan dat ze is. Niet alleen door haar looks, maar ook door haar manier van doen, haar gedragingen. Ze straalt toch wel een bepaald soort klasse uit. Daarbij is het verder altijd wel een hele vrolijke meid. Ze is enthousiast, spontaan en iedereen lijkt het wel met haar te kunnen vinden. Verder heeft Beth een hele specifieke fascinatie. Ze is namelijk helemaal weg van de filmwereld. En het is haar grote droom om zelf door te breken als actrice in de showbiz.
Kort na haar vertrek bij haar vader scoort ze een baantje bij een of ander postkantoor. En dat postkantoortje, dat zit bij een soort legerbasis. En een legerbasis lopen heel veel mannen rond. En dan heb je haar. Ja, die kreeg natuurlijk alle aandacht van de wereld. En Beth die wil niets liever dan trouwen met een man. Want destijds was het ook wel het idee van, joh, de man zorgt voor de vrouw. Dus ja, zij was gewoon wel op zoek naar dat leven. Daar maakt ze ook helemaal geen geheim van, hè. Het is gewoon op zoek naar een manpunt. Ze wil gewoon trouwen. Er zijn bronnen dat ze in deze periode ook een vriend scoort. Alleen die relatie die loopt vrij snel op de klippen, omdat deze vriend haar slecht lijkt te behandelen, of zelfs misbruiken of mishandelen. En ze heeft daar nog een korte tijd mee samengewoond. De relatie eindigt. Beth die gaat dan een periode bij een vriendin wonen en daar wordt ze opgepakt door de politie wegens openbare dronkenschap. En ze was ook nog eens minderjarig. Beth was al over de 18, hè, maar zij moeten daar 21 plus zijn. Dus Elizabeth staat ook zelfs nog op een mugshot en zo, waar ze ook weer echt prachtig op staat. Echt, die vrouw is zo fotogeniek. Ik zou echt trots zijn als ik zo'n mugshot had, serieus. Maar goed, die komt er van mij niet. Hoop ik. Het is wel echt mijn grootste angst dat ik plotseling per ongeluk op een politiebureau terechtkomt. Ik gedraag me prima. Uiteindelijk vertrekt Elizabeth naar Hollywood. Dit om haar dromen na te jagen. En nou ja, volgens mij ook voor de liefde. Ze had daar een man ontmoet die daar vandaan kwam. Ze ging daar natuurlijk maar al te graag heen. Die jonge Beth wil nog steeds dolgraag doorbreken als actrice. Nou, zit je daar natuurlijk wel goed. Ook al is dat voor heel weinig mensen weggelegd. En Beth was ook niet de enige. Hollywood in die tijd, vol met mannen, vol met vrouwen die hoopten daar het geluk te kunnen vinden in de showbiz. Dat Beth een zwak heeft voor mannen in uniform, dat is geen verrassing. Het komt wel weer naar voren als ze weer een nieuwe man aan de haak slaat. Dit keer is het een 23-jarige officier van de luchtmacht. En zijn naam is Major Matthew Michael Gordon Jr. Hele lange naam, maar goed, wij noemen hem Matt Gordon. Inmiddels is ook de Tweede Wereldoorlog aan de gang. En in die periode wordt Matt Gordon ook uitgezonden naar India. Matthew en Elizabeth schrijven ontzettend lieve brieven naar elkaar. Ze zijn altijd super romantisch, de twee zijn smoor verliefd. En uiteindelijk wordt Elizabeth zelfs ten huwelijk gevraagd door middel van zo'n brief. Hoe romantisch. Het antwoord, hè, de ja, krijgt hij wel weken later pas. Lijkt me wel spannend hoor, hè? Dat je zo lang op een antwoord moet wachten, maar goed. He, ik vind het toch wel een romantische tijd. Beth zegt ja en is druk bezig met het uitdenken van haar sprookjesbruiloft. Want het gaat nu echt gebeuren. Dit is waar ze al die tijd op heeft gehoopt. Ze gaat trouwen met Matt Gordon. Tot een huwelijk komt het helaas nooit. Het is een vrij tragisch verhaal. Want Matthew krijgt aan het einde van de oorlog op 10 augustus 1945 een vliegtuigongeluk. Het is het einde van de oorlog en ik heb zelfs bronnen gelezen dat dat in het vliegtuig was waarmee hij onderweg was naar huis. Dat zou zuur zijn, hé. Wat sneu. Heb je een oorlog? Heb je gevochten in de oorlog? Kom je om het leven door vliegtuigongeluk? Ik vind dat echt ontzettend triest. En Elizabeth is gewoon haar verloofde kwijt. Op zo'n jonge leeftijd ook al. Beth is zo kapot van verdriet. Ze leest die brieven die ze heen en weer schreef met Gordon echt continu. Ja, haar droom ligt in duigen. Ja, ze is gedompeld in rouw. Ze vindt uiteindelijk afleiding bij verschillende mannen. Beth wordt namelijk echt overladen door mannelijk schoon. Hè. Ze heeft het voor het uitkiezen. Maar ja, het is enkel een afleiding voor haar. Ze weet ook best wel een hoop rijke mannen aan te trekken. Hè. En daarmee gaat ze vaak uit eten of die kunnen haar onderdak verzorgen. Beth die deed het niet per se voor de romantiek, voor iets anders. Het ging haar echt om het eten. Zodat ze, ja, wat zag ik in een documentaire? Date voor dinner. Ja, gewoon echt zodat iemand haar diner kon betalen. Zelf had ze het namelijk niet makkelijk financieel gezien. Ze werkt in die tijd, naast de mannenhobby te hebben, als serveerster. En het beetje geld wat ze uitgeeft, dat investeert ze vooral in haar looks, in haar kleding met name. Beth vindt het onwijs belangrijk om er mooi uit te zien. En je ziet het ook, hè? Het is eraan af te zien. Ze is echt om door een ringetje te halen. Pumps met een pieptoe, een open teentje, een mooi getailleerd pak, jurken. Nou, echt, alles zit daar als gegoten. En favoriet van haar waren die lange handschoenen. Het staat er ook enorm elegant, klasse. Maar goed, hè, om er zo uit te kunnen zien, er gaat ook redelijk wat geld in zitten. En daardoor heeft ze ook niet zoveel geld om de rest in haar leven te kunnen bekostigen. Het liefst draagt Beth ook zwarte kleding. Meid, kunnen we elkaar de hand schudden, toch? Het liefst draagt ze zwart, ze had ook natuurlijk zwart haar. En daardoor wordt ze later de Black Dahlia genoemd door de pers.
Deze naam is ook gebaseerd op een film die destijds uitkwam, genaamd The Blue Dahlia. Dus ja, de Black Dahlia staat dus daarvoor, voor haar liefde voor zwart. Misschien ook die bloemen in het haar, hè, kan ik me zo voorstellen. Past eigenlijk ook wel bij haar, de Black Dahlia. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon een beetje naar dat ze dit verzonnen hebben. Want ze heeft gewoon een naam, Elizabeth Short. Waarom niet gewoon Elizabeth Short? Ja, dat is allemaal om het wat aantrekkelijker te maken voor de krantenkoppen. Het is inmiddels trouwens 1946, van november tot december. Verblijft ze in een klein twee-kamer-appartement met 8 vrouwen. 8 andere jonge vrouwen, hè? Dus twee-kamer-appartement met z'n 8e. Hoe intens? Dan heb je gewoon 2 stapelbedden, denk ik, per ruimte. Dat is toch intens in een twee-kamer-appartement. Al die vrouwen die daar wonen, die zijn zoals Beth. Die willen het maken in de showbiz-industrie. Ze sliepen ook echt daadwerkelijk op stapelbedjes voor $1 per dag. En ik weet eigenlijk niet in hoeverre goedkoop of duur dit was. Want we hebben het natuurlijk wel over de jaren 40. En $1, dat was toen veel meer waard dan nu. Dus het is een beetje lastig in te schatten. Maar ik denk dat je het misschien moet zien als $15 per dag vandaag de dag. Ik weet niet of dat ruim gerekend is. Maar ja, volgens mij heb ik een keer een zaak besproken uit de jaren 90. Toen moest je toch echt keer 10 doen. Nou, dan zal het nu wel keer 20 zijn. Als jij het antwoord weet, zet het hieronder in de reacties. Op een gegeven moment kan Beth ook die $1 per dag niet meer betalen. En daardoor moet ze noodgedwongen op zoek naar een andere slaapplek. Ze reist daarvoor naar San Diego. En dat ligt iets van 5-6 uurtjes verderop. Ze zou tegen die 8 huisgenoten ook hebben verteld, hè, dat ze iets wilde ontvluchten. Ze maakte zich erg zorgen over wat het nou precies was. Misschien was het financieel, ik weet het niet. Ze vertrok in ieder geval naar San Diego. En dat gebeurt op 8 december 1946. Ze gaat dan een tukje doen in een theater, het Aztec, het Azteken Theater daar in San Diego. Dat theater stond er destijds bekend omdat het gewoon niet sloot. Dus na een show is Beth gewoon in een stoel gaan liggen, in de hoop dat niemand haar ging storen. Dus die vrouw was echt dakloos. Maar goed, er is een Bali-medewerkster aan de slag die avond, genaamd Dorothy French. Dorothy maakt Beth wakker, die vindt haar, en vraagt haar waarom ze daar slaapt. Beth vertelt het verhaal dat ze net uit Hollywood is vertrokken, dat ze geen cent te makken heeft. Er is op dat punt ook een staking gaande. Acteurs waren gaan staken, dus er was ook helemaal geen werk. En Dorothy, deze nou ja, lieve vrouw, besluit Beth een slaapplek aan te bieden. Dat gewoon echt bij haar familie thuis in Pacific Beach, vlakbij San Diego. Hier woont Dorothy samen met haar moeder. Ze wonen daar in eerste instantie met z'n drieën, Dorothy met haar moeder en haar broertje. En dan komt Beth erbij. Nou ja, je moet het maar willen als gezin. Het zal nu niet meer zo heel snel gebeuren, hè, dat je zomaar eventjes een logé aanneemt die je helemaal niet kent. Maar goed, het is gewaagd. Ze kan hier een paar nachten verblijven, maar dat werd uiteindelijk gewoon een paar maanden. Hè. Beth die gaat die avond gelijk mee naar huis ook. En trekt daar een tijdje bij die familie in. Beth kreeg trouwens af en toe nog een gift van een ex-fling van haar. Een soort ex-vriend. Maar die bleef haar af en toe nog sponsoren. Met geld, hè? Dus een maand voor haar dood heeft ze zelfs nog geld van hem ontvangen. Dus het is niet dat ze helemaal geen geld heeft. Verder lijkt Beth niet echt van plan om daar in San Diego een baan te gaan zoeken. En ik kan me voorstellen dat je als, nou ja, gezin, waar Beth dan in verblijft, dat je je daar wel een beetje aan ergert. Ze gaat vooral door met haar hobby's. Feesten, uit eten gaan met andere mannen. En ja, vooral dat feesten, hè, dat... Ja, wat wil je ook? Hoe oud is ze nu? 22? Die vrouw wil gewoon genieten van het leven, staat in de bloei van haar leven. Ze heeft alleen geen ene rode cent. Beth lijkt niet veel later, op 16 december, een getrouwde man aan de haak te hebben geslagen. Het gaat om een 25-jarige man genaamd Robert Manley. En Robert wordt door zijn bekenden om zich heen Red genoemd. Dus om het gewoon even makkelijk te maken, we hebben Beth en Red. Red had namelijk rossig haar, vandaar dat hij die bijnaam aangemeten kreeg. Red komt uit Los Angeles, is verkoper en heeft een vrouw en een kindje van 4 maanden thuis zitten. Oeh, een vuile cheater. En hij is zo onder de indruk van de schoonheid van Beth. Naar eigen zeggen was hij niks met haar van plan. Sure. En zou het contact met Beth dus een soort relatietest zijn? Om te kijken of hij voor zijn vrouw een mooie vrouw als Beth kon weerstaan. Een beetje lulkoek. Geloof er helemaal niks van, meneer Rood? Nee. Trappen we niet in. Maar ze hebben elkaar dus midden op straat ontmoet in San Diego. En vanaf dat moment lijken ze het heel erg goed met elkaar te kunnen vinden. Dus ze spreken regelmatig met elkaar af. Sterker nog, een week na hun ontmoeting zien ze elkaar elke dag na werk. Dan gaan ze op date en ze houden continu contact met elkaar. Maar het is een relatietest. Een soort Temptation Island, jaren 40. Beth is ondertussen trouwens 22 jaar oud. Ouder in het verhaal gaat ze helaas ook niet worden. Maar daar komen we zo op.
Ondertussen slaapt Beth al ruim een maand daar bij die vriendin in San Diego, hè? Bij Dorothy. En die moeder van Dorothy is Beth echt meer dan zat. Ze brengt geen geld in het laadje, ze is alleen maar aan het feesten en eigenlijk moet ze gewoon natuurlijk op zoek naar haar eigen plek. Ze zou een paar dagen blijven. Ze is al veel langer dan de bedoeling was. Begin januari wordt Beth daarom op straat gezet en daarom vraagt ze haar, nou ja, haar vlam, Red, om haar lift te geven terug naar Los Angeles. Het is een rit van 5-6 uur. En Red, die helpt haar daar maar al te graag mee. Dit soort dingetjes, hè, daar kon ze altijd wel een nummertje voor vinden. Ze had ook echt een enorm adressenboek vol met nummers van mannen. Voor elke situatie kon ze wel iemand bellen om iemand op te trommelen om haar te helpen. Dat was Beth's overlevingsstrategie, denk ik, een beetje. Op 8 januari 1947 haalt Red Beth op met zijn auto en rijden ze samen richting Hollywood. Hij boekt onderweg een motelkamer om daar een tussenstop te maken, waar ze die avond na wat gegeten en gedronken te hebben blijft slapen. Nou, er wordt beweerd dat ze niks met elkaar hebben uitgespookt. Dat beweert voornamelijk Red. Beth zou in een stoel hebben geslapen en alle kleren zijn aangebleven. Het zou trouwens wel kunnen zijn dat dat zo is. Want Beth, die ging niet zomaar met iedereen naar bed. Dat was niet iemand die dan ook echt eventjes met die mannen van Bill ging. Dus het zou best wel kunnen dat Red en Beth niks hebben gedaan. Maar ik denk dat dat vooral is omdat Beth dat dan niet wilde. Zij was die man eigenlijk wel een beetje voor bepaalde dingen aan het inzetten. Maar gaf daar niet echt seks voor terug, hè? Wat ook totaal natuurlijk ongelooflijk raar is om van een vrouw te verwachten. Maar ik vind het wel belangrijk om dat er eventjes bij te benoemen. De media beweerden zelfs dat zij een sekswerker was. Niks van dat alles is waar. In ieder geval, 10:50 ongeveer verlaat ze dat motel en ze rijden door naar Los Angeles. En eenmaal daar aangekomen lijkt Beth hem ook wel een beetje af te willen wimpelen. Dat is wat Red beweert. Ze zegt dat ze naar familie gaat of gelijk doorreist. Hij moet haar in ieder geval eerst eventjes afzetten bij een hotel, want ze had eerst afgesproken met haar zus. Haar zus is namelijk toevallig in de buurt en ze hadden, om precies te zijn, in het Biltmore Hotel afgesproken. Red besluit daarom naar het Biltmore Hotel te rijden. Ze zet haar daar af, maar hij is nog niet helemaal van plan om haar te laten gaan of zo. Het is toch wel duidelijk dat Beth zoiets heeft van, doei. Maar Red laat zich niet zomaar afwimpelen. Eenmaal daar blijft Red dus nog even bij Beth. Hij checkt bij de balie van het hotel of de zus van Beth een bericht heeft achtergelaten, maar dat is niet het geval. Beth gaat ondertussen naar de wc en gebruikt daarna ook nog de telefoon van de lobby. Wat ze precies gedaan heeft, geen idee. Red, die vertrekt uiteindelijk. Het is dan 18:30, 6:30. En hij rijdt er terug naar zijn gezin in San Diego. Het personeel van het hotel ziet Beth dan nog een tijdje in de hotellobby zitten. Daarna zou ze vertrokken zijn. En dat is dan ook het laatste moment dat mensen iets van haar hebben gezien. Ze draagt een zwart pak met een kraag, een zachte witte blouse, witte handschoenen, een panty met suède hakken en een lange beige jas. Er zijn een aantal bronnen die beweren dat ze nog werd gespot in een cocktail lounge. En volgens mij hebben ze het hier dan over het Cecil Hotel. We kennen het Cecil Hotel natuurlijk allemaal en de Black Dahlia zou daar volgens roddels gezien zijn. Het is alleen niet bevestigd of er ook echt een getuige is die naar voren is gekomen met een heel geloofwaardig verhaal. Dus het blijft een beetje bij een roddel. Maar daarom is het Cecil Hotel, hè, dat hotel waar heel veel rare dingen zijn gebeurd, dat er dus een linkje is met de Black Dahlia. In ieder geval, Beth verdwijnt na deze avond spoorloos. Dan is het 15 januari 1947. Het is dus 8 dagen nadat Beth voor het laatst werd gezien in dat hotel, in het Biltmore Hotel. Het is ochtend en een moeder samen met haar 3-jarige dochtertje lopen samen over straat richting de schoenmaker. Onderweg loopt ze door een straat die grenst aan meerdere delen braakliggend terrein, want rondom deze straat wordt nog flink gebouwd, dus het ligt allemaal vrij in puin. Ze zijn er bezig met een nieuwe wijk, dat gaat het Leimert Park heten. Door de oorlog gaat het met die bouwplannen natuurlijk helemaal niet goed, want al die mannen hebben natuurlijk dienstplicht. Dus dat bouwen, dat gaat natuurlijk niet. Dus dat ligt allemaal gewoon stil. Hierdoor ziet die buurt er op dit punt best wel kaal en somber uit. Moeder en dochter lopen in ieder geval langs zo'n braakliggend terrein met veel onkruid. Op een gegeven moment ziet die moeder, die vrouw, iets liggen. Het lijkt op een soort witte paspop die echt door 2 helften is gebroken. Dus alsof die is geknakt en daar neer is gelegd. Het is ook gewoon echt een spierwitte pop. De pop ligt ook al best wel in een rare positie. En ze vraagt zich vooral af, wie laat dat zo achter? Wat is dit voor een rare grap? Maar als ze nog eens beter kijkt, ziet ze dat het iets heel anders is dan een paspop. Er ligt namelijk een echte vrouw.
Nou, je kunt je voorstellen als moeder en met je driejarige dochter. Je schermt dat kind af van wat daar te zien is. Het kindje wordt door moeder meegetrokken en ze rennen snel naar het dichtstbijzijnde huis toe om de politie te bellen. Nou, dat doen ze. En het is Los Angeles, hè, dus overal politieauto's. Binnen een paar minuten zijn er al 2 agenten ter plaatse. Maar zodra zij de staat van het lichaam zien, besluiten ze meteen om assistentie te vragen. Want wat hier te zien is, dit hou je niet voor mogelijk. Het is niet te geloven, die crime scene. Hoe dit lichaam is achtergelaten, dit is voor het eerst dat ik zoiets in de moordkast en misdaad- en mysteriegeschiedenis heb gezien. Echt waar, dit is zo luguber. Wie er ook achter zit, het is echt een totaal gestoorde gek. Ik snap ook echt dat als je dit zou zien liggen, dat je denkt aan een pop. Je gaat er niet vanuit dat een mens door tweeën is gehakt. Ook nog zo netjes, hè, dat het er bijna bij ligt. Zo perfect en zo lijkt bleek. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat voor iets anders aanziet. Want jouw brein kan dat helemaal niet verwerken. Hè, dat dat een echt persoon is die daar ligt. Haar lichaam is op een hele nette manier in tweeën gesneden, net boven haar taaien. Het onderlichaam ligt ongeveer 40 centimeter van het bovenlichaam af. Dus dat is echt, nou ja, best ook alweer perfect neergelegd, maar dan met een groot stuk ertussen. En de vrouw ligt op haar rug en het lijkt alsof ze bijna poseert of in een bepaalde positie is neergelegd. Haar armen liggen boven haar schouders, met haar ellebogen bijna in een perfecte hoek van 45 graden. Haar benen liggen, ja, wijd open gesperd. Het is echt geen vrij plaatje om te zien. Ook nog eens helemaal naakt. Het is zo mensonterend hoe deze vrouw is achtergelaten. De gruwelijkste verminking, dat zit toch echt in haar gezicht. Haar mond is vanuit beide mondhoeken tot aan het oor opengesneden. Alsof het geïnspireerd is op de Joker bijvoorbeeld. Het is echt een smiley. Op haar voorhoofd heeft ze een paar grote wonden. Uiteindelijk komt daar ook de doodsoorzaak vandaan. Ze is gewoon aan alle kanten verminkt. Ik heb de details, ik ga ze niet delen. Maar deze vrouw is behoorlijk toegetakeld. In mijn podcast breng ik deze details wel. Ik kan het echt niet zeggen, dit gaat veel te ver. Maar dat heb ik niet snel, hè, dat ik echt denk, oh, ik neem nog wel eens een risico. Maar in dit geval weet ik gewoon zeker dat YouTube zegt, leeftijdsbeperking, kan niet. Er wordt in ieder geval een forensisch team opgetrommeld. Maar doordat het nieuws als een lopend vuurtje door Los Angeles is gegaan, staat die hele crime scene vol met toeschouwers. Daardoor zijn er denk ik ook zoveel foto's van te vinden. Het is zo verschrikkelijk. Maar weet je, het is daar volgelopen met pers. En daar ligt dan een vrouw naakt. Op de ergste manier toegetakeld wat ik ooit heb gezien. En dan ga je daar foto's van maken en dan sta je daar. En ja, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor het onderzoek. Als daar al superveel mensen hebben gelopen. Die ramptoeristen zijn er dus eerder dan de recherche. En dan moet de boel nog onderzocht worden. Uiteindelijk weet de politie het toch af te zetten. En het lichaam wordt even later onderzocht. Als daar het onderzoek is afgerond, nemen ze het lichaam mee voor verder onderzoek. En ze kunnen in ieder geval aan de dauwdruppeltjes zien, aan de onderkant van haar rug, dat ze rond 2 uur 's nachts daar moet zijn neergelegd. Daar hebben ze technieken voor, hè, dat kan. Maar goed. Er vindt een autopsie plaats. En normaal gaat er wat tijd overheen, maar door de gruwelijkheid, hè, van deze zaak wordt die autopsie al vrij snel gepleegd. De volgende dag al. Uit die autopsie blijkt dat Beth zo 10 uur dood moet zijn geweest voordat ze werd gevonden. Dat betekent dat ze rond de avond van de 14e of de vroege ochtend van de 15e moet zijn vermoord. Het lichaam van Beth is dus in tweeën gesneden. En het is echt gedaan op een hele nette manier. Het is echt een gruwelijk beeld, hè? Maar als ik, ja, het lichaam zou moeten omschrijven, ga alsjeblieft niet zelf kijken nogmaals. Dan zie je het ook, hè, dat gewoon bijna perfect is gedaan, alsof het geen mens is. Als jij eraan denkt, oh, iemand is doormidden gesneden, dat is echt een ravage. Dat is het dus niet. Het is gewoon een mens in 2 delen. Maar zo perfect gedaan. En de lijkschouwer ontdekt dus dat dit met een speciale techniek moet zijn gebeurd uit de jaren 30. Die techniek, dat heet memicorpo. Ik kan het woord niet uitspreken. Maar het gaat erom dat dat een, nou ja, een bepaald soort chirurgische techniek is, waarbij het, ja, onderlichaam wordt geamputeerd. De ingreep houdt in dat de dader dus haar wervelkolom tussen de 2e en 3e wervel doormidden heeft gesneden. Vervolgens heeft hij het schoongemaakt. Het binnenste van het lichaam is eruit gehaald, hè, met andere woorden. In ieder geval weet die lijkschouwer vast te stellen dat deze ingreep in ieder geval moet hebben plaatsgevonden na haar dood. Godzijdank. De vrouw moet, ja, gelukkig, hè, al dood moeten zijn geweest toen deze ingreep werd uitgevoerd. Dat wil je natuurlijk niet bewust meemaken. De meeste verwondingen, hè, van die lugubere verwondingen, zijn na haar dood ook aangebracht. Alsof het een soort, nou ja, ritueel is of een
kunstwerk bijna. Nou, ik vind het geen kunst. Hè. Niet dat jullie je daarin vergissen, maar het gaat erom hoe zo'n dader denkt. Uiteindelijk wordt de doodsoorzaak vastgesteld. De vrouw is om het leven gebracht met zware klappen op het hoofd. En blijkbaar zit er hele diepe sneeën in het gezicht. En dat heeft er ook voor gezorgd dat dat bijdraagt aan de doodsoorzaak. Door de shock en door het bloedverlies. Ze had echt flinke verwondingen in het gezicht. Ze zou herhaaldelijk geslagen zijn op het hoofd met een zwaar voorwerp. En met iets scherps diep in het gezicht zijn gestoken. Er worden vingerafdrukken afgenomen bij de vrouw. Ze moet natuurlijk nog geïdentificeerd worden. Het wordt doorgestuurd naar de FBI om zo te kunnen achterhalen wie de vrouw precies is. En gelukkig komt daar, wonder boven wonder, een match uitrollen. Dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak, dat iemand zo snel toch wordt opgespoord. De vrouw die zo vreselijk verminkt is teruggevonden is niemand minder dan Elizabeth Short. Schijnbaar had ze een baantje gehad bij een trainingskamp in het leger. Nou, dan moeten mensen dus hun vingerafdrukken achterlaten. En Beth is natuurlijk eerder aangehouden, wegens openbare dronkenschap en het minderjarige drinken. Godzijdank is ze destijds opgepakt, werkte ze bij die legerbasis. Anders hadden ze nu een probleem gehad, maar Elizabeth Short kon vrij kort daarna worden geïdentificeerd. In die tijd heeft de pers een vrij hechte relatie met de politie. Zo wordt er vaak informatie uitgewisseld, wat voor de politie weer handig is om tot de aandacht te brengen. Maar hierdoor weet de pers ook al vrij snel wie het slachtoffer is en dat het om Elizabeth Short gaat, eerder dan de familie van Elizabeth. Ja, dit is ook echt zo'n misselijkmakend verhaal. Dit hou je niet voor mogelijk dat dit dat gezin gebeurt. En de pers is meedoogloos. Die willen er alleen maar een mooi verhaal van maken. Die hebben uiteindelijk ook de Black Dahlia verzonnen als naam voor deze vrouw, in plaats van haar gewoon Elizabeth Short te noemen. Hoe deze familie erachter komt dat hun dochter dood is. De pers is zo brutaal en zij zijn er natuurlijk op uit om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van het slachtoffer. Dus zij bellen de familie op, krijgen de moeder aan de lijn van Elizabeth en halen een hele smerige truc uit. Ze zeggen dat Beth een bepaalde beauty contest heeft gewonnen. En Elizabeth deed dat wel vaker, hè? Deed al vaker mee aan verkiezingen, wedstrijdjes. En dit zou ook echt prima iets voor haar kunnen zijn, zo'n schoonheidswedstrijd. Dus deze brutale man van de krant, van de Examiner om precies te zijn, die vraagt de moeder van Elizabeth gewoon over haar persoonlijke leven. En moeder Phoebe vertelt trots over haar dochter, hè? Die denkt dat er een mooi artikel wordt geschreven over haar dochter. Maar ja, niets is minder waar. De pers probeert gewoon informatie los te futselen bij die moeder. Zodat zij als eerst met een compleet artikel kunnen komen. En dat een beetje kunnen verdraaien naar hun eigen, clickbait, om het zo maar te zeggen. De clickbait van de jaren 40, dat was de pers. En ze gebruiken die informatie voor hun artikel. Zo smerig is het. Aan het einde van het gesprek, en waarom dit ook nodig is, snap ik niet, vertelt de beste man van de Examiner doodleuk aan de moeder: je dochter heeft niks gewonnen. Ze is dood. Pardon. Je hebt eerst al de nerve om die vrouw te bellen en lastig te vallen. Ten tweede, is dit jouw manier om een moeder erop te wijzen dat haar kind dood is? Excuse me? Nou, ik vind het dus echt zo sadistisch. Je gaat bijna denken dat hij de dader is of zo. Ik vind het echt kwalijk. Oh my god, wat zijn mensen toch giftig, hè? Maar de familie van Beth, moet je nagaan, is dan nog niet eens op de hoogte. Dus die krijgen dat te horen van die brutale krantenvent. Ondertussen hebben meerdere kranten het verhaal opgepakt en de mysterieuze dood van de prachtige vrouw is groot nieuws. Vanaf dat moment staat Beth vooral bekend als de Black Dahlia. De ene na de andere krant probeert het mooiste, indrukwekkendste of meest sensationele verhaal over haar leven te schrijven. Er duiken ook de gekste verhalen op over Beth. De meeste zijn uiteraard niet waar. Zo werd beweerd dat ze gay was bijvoorbeeld, omdat ze met de mannen met wie ze afsprak nooit seks had. Ook dat ze een sekswerker was. Maar ook dat ze dagenlang gemarteld was, terwijl dat nog helemaal niet naar buiten was gekomen. Allemaal leugens over haar. Ook zelfs dat zij een hele bekende Hollywood-actrice was. Hè? Dat ze al in films had gespeeld wat helemaal niet waar was. Maar ja, als je de foto van Elizabeth ziet, kan ik me wel voorstellen dat je daar een mooie krantenkop dan van kan maken. Hè? Hollywoodster. In werkelijkheid was ze dat niet. Zelfs ik dacht dat. Ik kende deze zaak niet van binnen tot buiten. En voor die tijd dacht ik ook van, oh ja, Elizabeth Short. Volgens mij was dat een actrice. Ergens gelezen. Maar het was natuurlijk haar ambitie, maar ze was er nog niet. Dat soort dingen worden allemaal ingezet voor die ouderwetse clickbait. Heftig. Heel heftig. De politie gaat verder met het onderzoek. Ze sporen de vader van Beth op, Clio de Clojo. En als ze naar Beth vragen, vertelt vader dat hij zijn dochter al 3 jaar niet gesproken heeft. Hij lijkt ook nog steeds boos op haar te zijn. En wil niet eens meewerken aan het identificeren van haar lichaam. Ik bedoel, je dochter is dood. Je eigen vlees en bloed. Is het dan nog belangrijk om boos te zijn?
Dat je dan een ruzie nog niet naast je kan neerleggen. Nou, het verhaal zit echt vol met gekken. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen als vader. Wat het onderzoek voor de politie een beetje belemmert, is het aantal leugens wat Beth zo hier en daar heeft gedropt. Hè. Tegen haar moeder zei ze bijvoorbeeld dat ze werk had, maar eigenlijk was ze werkloos. Ja, ze had altijd wel een beetje van die leugentjes om best wil. En die leugens moet ze eerst zien te filteren om te kijken wat haar laatste stappen zijn geweest. Wat heeft Beth allemaal ondernomen voordat ze vermist werd geraakt? Misschien leidt dit dan wel tot de dader. De politie weet uiteindelijk ook Red op te sporen. En hij is ja, toch wel degene die haar als laatst echt heeft gesproken. Op 19 januari wordt Red opgepakt voor een verhoor. En hij is in eerste instantie ook de hoofdverdachte, omdat hij als laatst bij Beth in de buurt was. Maar Red werkt ontzettend goed mee met de politie, is hartstikke eerlijk. En hij vertelt tot in elk detail wat hun laatste contact heeft ingehouden. Hoe ze elkaar hebben ontmoet, hoe de afspraakjes verliepen, alles. Hij is hartstikke open en eerlijk. Hij komt ook oprecht over. De politie neemt ook nog een leugendetectortest bij Red af. En hij slaagt met vlag en wimpel. Hij lijkt dus de waarheid te spreken. Maar goed, hè? Leugendetectortest is niet waterdicht. Maar lijkt verder niks opvallends te zijn aan Red. Zijn verhaal in ieder geval. Dan beginnen er wel hele vreemde dingen te gebeuren. Het is dan 21 januari 1947, 6 dagen nadat Beth is gevonden. De redacteur van de Examiner kennen jullie nog wel, dat is de krant met die brutale man die de moeder van Beth opbelde. Maar de redacteur van de Examiner wordt opgebeld door een vreemd persoon. Het is een man die beweert de moordenaar te zijn van Beth. Hij feliciteert de redacteur ook met het mooie artikel over de moord. Geef nog zijn complimenten. En daarna vertelt hij dat hij van plan is zichzelf aan te geven bij de politie. Maar hij wil de politie nog eventjes laten zweten. Hè, dat ze nog even op hem blijven jagen. Het lijkt er bijna op alsof deze man van de klopjacht geniet. Op 24 januari komt er een brief binnen daar op die redactie. Het is een vrij bijzondere brief. In de envelop zit een bij elkaar geplakt kunstwerk met allemaal letters. Hè, en dat is dan het bericht. Dat is natuurlijk om te voorkomen dat ze je handschrift kunnen herkennen uiteindelijk. Dat zie je ook altijd in films, maar het gebeurt dus ook in real life. Sowieso, hè, deze hele zaak is een film. Waar komt deze mysterieuze beller nou ineens vandaan? Is dat een copycat? Of heeft deze man die belt en brieven schrijft echt iets met de zaak van doen? Daar lijkt het in ieder geval wel op. Er zijn in ieder geval allemaal letters, woorden uitgeknipt uit kranten en uit tijdschriften. Daarmee is een briefje opgesteld. Er waren trouwens ook nog geen printers. Maar op de voorkant van de envelop staat, met al die krantenknipseltjes en zo beschreven, hier zijn Dahlia's bezittingen, brief volg nog. In de envelop zit het geboortecertificaat van Beth, foto's, een uitgeknipt krantenartikel over Matt Gordon, een adressenboek met daarop een reliëf te zien van een tekst. Er staat een beetje ingegraveerd, staat er een naam, Mark Hansen en het cijfer 37. Daarin vinden ze adresgegevens van maar liefst 75 mannen. Dat zat nogal wat een grote vriendengroep. Ze vinden meerdere visitekaartjes en een paar namen geschreven op briefjes. Het lijkt erop alsof dit gewoon wel de spullen zijn van de Black Dahlia, van Elizabeth Short. Met name dat adresboekje, dus het moet toch wel de dader zijn die met de Examiner in contact staat. Wat is dit in godsnaam? Alle spullen uit de envelop zijn grondig schoongemaakt, zodat ze geen sporen bevatten of, nou ja, vingerafdrukken bijvoorbeeld. DNA-technieken hadden ze in die tijd nog lang niet. En dat is opvallend, want het lichaam, toen het gevonden was, was het ook echt helemaal grondig schoongemaakt. Dus de dader is in ieder geval echt super punctueel bezig. En het doet er in ieder geval alles aan om sporen te wissen. Even later wordt er een handtas en zwarte suède schoenen gevonden in een prullenbak in een steegje. En dat ligt ongeveer 3 kilometer van de crime scene af. Voor de oplettende kijker, dit is precies wat Beth natuurlijk aan had de dag dat ze door onze Red bij dat hotel werd afgezet. Zij droeg suède schoenen. Dit blijken inderdaad ook echte bezittingen van Beth te zijn. Die handtas en die schoenen zijn van haar. Red wordt erbij gehaald, hè? Hij kan beoordelen of dit inderdaad de spullen zijn. De tas, de schoenen die Beth droeg de dag dat hij haar had afgezet bij dat hotel. En hij kan die spullen inderdaad identificeren als zijnde van Beth. De tas ruikt nog hevig naar de parfum van Beth. Ook, ik vind het zo luguber. Zeker als die geur van zo'n persoon er nog aan zit. Ook deze spullen zijn trouwens weer grondig schoongemaakt. Er is geen vingerafdruk op te vinden.
Ondertussen wordt er onderzoek gedaan naar het adressenboekje wat naar ze is opgestuurd. En de naam Mark Hansen, die op de voorkant van het boekje gedrukt stond. De mannen waarvan de adresgegevens genoteerd waren door Beth, die worden allemaal opgetrommeld, alle 75. En zij vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Ze zijn Beth ergens tegengekomen, hebben een tijdje leuke afspraakjes met haar gehad. Etentjes, feestjes, dingen waar Beth een beetje van kon profiteren. En daarna werden die mannen vaak een beetje afgepoeierd. Hè? Dan was er ook al snel klaar mee. Die gesprekken met al die mannen leveren uiteindelijk niets op. Beth gebruikte vooral deze mannen om aan haar primaire behoeftes te komen. Zoals eten of onderdak. Maar seks, daar was dus vaak geen sprake van. Maar ze weten nog steeds niet wie Mark Hansen is. En ze willen natuurlijk deze man in ieder geval graag spreken. Ze weten hem op te sporen. Het was inderdaad een bekende van Beth. Mark is een man van in de 50 en runt een eigen nachtclub. Een nachtclub in Hollywood genaamd de Florentine Gardens. Mark zelf die woont echt in een enorm groot huis daarachter, achter die club. Dat huis, zijn huis, bood ook onderdak voor de vrouwen die in die club werkten. Het ging dan om een hoop jonge vrouwelijke actrices en modellen in spe, die in de late avonduren werden ingezet als vermaken voor de gasten van de nachtclub. Kortom, die vrouwen werkten voor Mark. En Mark zorgde voor onderdak. En Beth is dus een van die vrouwen geweest die daar een tijdje heeft geleefd. Zelfs een paar maanden. En de geruchten gaan de ronde dat Mark een oogje zou hebben gehad op Beth. En dat andersom Beth helemaal niks van Mark moest weten. Wie weet gaat het hier om een wraakactie. Een beetje een overkill, letterlijk. Later blijkt dat Beth op 8 januari vanuit San Diego heeft gebeld met Mark. Hij is een van de laatste personen die haar heeft gesproken. Wat ze precies hebben besproken is niet duidelijk, want het verhaal van Mark verandert nogal vaak. Toch heeft de politie niet genoeg bewijs om daar iets verder mee te doen. Maar hij blijft een van de hoofdverdachten. En daar blijft het ook eigenlijk bij, hè? Het is natuurlijk wel frappant, want 8 januari is een dag voordat ze naar Hollywood vertrok met Red. Ze wilde Red natuurlijk heel graag afpoeieren. Ze zat ook best wel lang in die hotellobby. Misschien ging ze wel weer terug naar Mark Hansen. En is daar iets in dat huis of in die club, jij weet niet, is daar iets gebeurd? Ik vind het frappant dat als je op 8 januari met iemand belt, 9 januari naar Hollywood vertrekt, dan zou misschien Mark Hansen wel de reden zijn voor haar vertrek uit San Diego. We weten het niet. Dan komt er weer een brief binnen bij de Examiner. Dat gebeurt op 26 januari 1947. Het is dit keer een handgeschreven brief en daar staat het volgende in. Hier is het dan, ik geef me aan, op woensdag 29 januari om 10 uur 's ochtends. Ik heb plezier gehad met de politie. Black Dahlia Avenger. Oké. Dus eerst ga je heel de moeite doen om een envelop te beplakken en nu ga je gewoon een handgeschreven brief sturen. Gewaagd. Er staat kortom in dat deze man zich wil aangeven en dat hij genoeg lol heeft gehad met de politie. In de brief staat ook een locatie waar de dader zich wil overgeven. De politie wordt op de hoogte gesteld door de Examiner. Dat doen ze dan weer wel. En deze staan dan ook paraat om 10 uur op die locatie. Op woensdag 29 januari. Maar ja, je kunt het al raden. Deze man is gewoon weer met de politie aan het spelen. Hij is een beetje zo aan het kietelen. Maar hij komt natuurlijk helemaal niet. Tuurlijk niet. Een paar uur later, om 1 uur 's middags, dus 3 uur later, nadat hij zich had moeten overgeven, komt er weer een brief binnen. Dit keer heeft de dader toch met knip- en plakwerk de brief in elkaar gezet. Misschien had hij destijds even geen pritstift bij de handen of zo, weet niet. In de brief staat, ben van gedachten veranderd. Jullie zouden mij geen eerlijke deal hebben gegeven. Het doden van Dahlia was rechtvaardig. Met andere woorden, wraak. Toch? Daar lijkt het wel op. Weken later lijkt het onderzoek nergens naartoe te gaan. Ze hebben gewoon helemaal geen aanknopingspunt. Alles is uitgekamd, elke prullenbak in Los Angeles, en toch is er geen solide bewijs gevonden tegen een dader. Ook kunnen ze niet achterhalen waar de brieven nou vandaan komen, want die zijn echt compleet schoongemaakt. Of in ieder geval met handschoenen geschreven waarschijnlijk. En ze hebben er gewoon helemaal niks aan. Ze hadden ook gewoon echt weinig middelen om deze zaak op te lossen. Maar ik weet zeker in deze tijd had de dader echt wel naar voren gekomen. Dat kan toch niet anders? Rond de lente van 1947 dreigt de zaak van de Black Dahlia toch echt een cold case te worden. En tot op de dag van vandaag is de moordenaar nog steeds niet gepakt. Op 26 januari 1947 is Elizabeth Short in het bijzijn van een paar familieleden begraven. De politie was ook bij de begrafenis aanwezig voor het geval dat de dader toch eventjes stiekem om het hoekje gaat kijken. Dat zou natuurlijk wel kunnen, hè? Het is gewoon een hele ziekelijke man. Echt een sadist. Ook met die brieven. Heel theatraal allemaal. Dan kan ik me voorstellen dat hij ook wel geniet van zo'n begrafenis. Hoe cru dat ook klinkt. Dus het had best zo kunnen zijn dat hij zich ergens had laten zien. Maar nee.
De politie was kort na de dood van Beth nog bang dat er meerdere van haar gevallen zouden opduiken. Want het is iets wat een dader echt niet voor het eerst doet, zo lijkt het. Dit lijkt het werk te zijn van een typische seriemoordenaar, als je dit zo ziet. Maar niks van dat, er worden verder geen gevallen gevonden zoals Beth. Gelukkig maar toch, hè? Wat vaag ook. Een van de hoofdverdachten, dat is natuurlijk Red. En na dit alles heeft hij echt geen leven meer. Want ondanks dat hij niet schuldig bewezen kan worden en is hij super meewerkend geweest naar de politie, heeft een leugendetectortest doorstaan, ja, laat de mensen hem niet met rust. En de zaak laat hem ook niet met rust. De verhalen in de media blijft hem allemaal maar achtervolgen. En mensen hebben toch altijd al snel een oordeel klaar over hem. Red komt dan natuurlijk met dat bericht. Dit was een relatietest. Uiteindelijk wordt hij helemaal gek van de zaak. En van de pers en alles wat er over hem geschreven wordt. En komt hij zelfs in een psychiatrisch ziekenhuis terecht. Omdat het zo ontzettend slecht met hem gaat, mentaal. De nasleep van de zaak had zoveel invloed op hem. Hij begon stemmen te horen. Omdat hij op dit punt kwetsbaar was, hebben de doktoren hem daar waarheidsserum gegeven. Ik weet niet precies wat het serum inhoudt. Maar alsnog blijft hij bij zijn verhaal. Waarschijnlijk dachten die mensen van nou, hè? Maar ja, dat is juist waarvoor hij hier zit. Die man, die is onwijs ziek aan het worden van al die vooroordelen. En dan gaan die mensen hem ook nog uithoren met waarheidsserum. De plek waar hij dus mentaal beter moet worden. De mysterieuze dood van Elizabeth Short houdt tot op de dag van vandaag nog veel mensen bezig. Er zijn echt onwijs veel boeken en films geschreven die over het verhaal van de Black Dahlia gaan. En in 2003 is er zelfs een boek verschenen van ene Steve Hodel. Hij claimt dat de moord is opgelost. En dat het niemand minder is dan zijn eigen vader die de moord zou hebben gepleegd. En dit is wel een interessante. Het gaat om George Hodel. Hij was een ontzettend slimme man. Hij had een hoger IQ dan Einstein. Echt met één puntje verschil, geloof ik, maar heel intelligent. En als George Hodel komt te overlijden, dan zit natuurlijk zijn nageslacht met alle spullen. Nou, die zoon, Steve, komt op een gegeven moment een fotoalbum tegen. Allemaal fotootjes in mapjes. En hij ziet daar een foto staan die hij denkt te herkennen. Ja, dat moet de Black Dahlia zijn. Dat is Elizabeth Short. Nou, je ziet hier ook de foto's in beeld. Ik moet zeggen dat ik het niet echt zie. Er zijn ook experts naar gaan kijken die zeggen voor 85% zeker dat het niet Elizabeth Short is. Ik ga heel eerlijk zijn, ik wist dit nog niet en ik ben naar foto's gaan zoeken tijdens de research van Elizabeth Short. Toen kwam ik ook deze foto's tegen en toen dacht ik gelijk, is zij dat? Nee toch? En toen wist ik nog niet eens dat de foto's waren die waarschijnlijk niet van de Black Dahlia zijn. Steve is er heilig van overtuigd dat dit Elizabeth Short is. Bijt zich echt in de zaak vast, bijna ongezond. Maar het komt niet helemaal uit de lucht vallen. En toch zijn er heel veel mensen van overtuigd dat George Hodel wel degelijk de moordenaar is. George Hodel was namelijk nogal een pervert. Een hele vreemde man, excentrieke man, die thuis behoorlijk wat feestjes hield. Ik mute het maar eventjes. Maar hij hield nogal vreemde feesten bij zich thuis. Had ook een soort geheime hok waar echt de meest vreselijke dingen gebeurden. Maar ook met allemaal elite. Dus fotografen, beroemdheden, die kwamen allemaal bij hem over de vloer. George Hodel was namelijk, jawel, een beroemd chirurg. En ja, laat dat nou net binnen het plaatje passen van het profiel wat van de dader wordt geschetst. Het was echt een perverseling. Hij zat ook aan zijn dochter van 11. Niet alleen dat, maar tijdens de feestjes werd zijn dochter zelfs daarvoor gebruikt. Echt geen grap. Daar is zelfs nog een onderzoek naar geweest. Deze man is echt compleet niet goed in zijn bovenkamer. De zoon van George is er gewoon echt van overtuigd dat zijn vader is. Vader hield namelijk onwijs veel feestjes in Hollywood. Hij had duistere gedachtes, ook hield hij van kunst. Nou ja, misschien heeft hij wel een kunstwerk willen maken met een vrouw op deze ziekelijke manier. Maar hij kwam ook nog eens overal mee weg. Dus echt iemand met heel veel invloed en echt wel een enge man. Als George zijn bevindingen bij de politie neerlegt en met die foto's komt, komt Steve erachter dat zijn vader hoofdverdachte is geweest binnen het onderzoek van de Black Dahlia. En dat is niet voor niks. Eenzelfde soort auto als George destijds reed, is in de buurt van de plaats delict gezien. Of de nacht dat de Black Dahlia daar moet zijn geplaatst. Precies zo'n auto reed George ook. Het is Hollywood, dus er zullen vast nog wel meer mensen zijn met zo'n auto. Het is te indirect, maar toch. Er zijn allemaal van die indirecte dingetjes die wel naar hem wijzen. Naderhand is Steve ervan overtuigd dat het handschrift van die brieven die naar de examiner zijn gestuurd, dat is het handschrift van zijn vader. Hij herkent het. Maar handschriftenspecialisten, experts daarin, in ieder geval kan het niet worden vastgesteld. Maar
Deze man staat niet voor niets op het lijstje van hoofdverdachten. Echt niet. Mensen die beweren dat ze elkaar wel degelijk hebben gekend. En ook al komt misschien het handschrift niet overeen. Ook al is het niet Elizabeth op die foto's. Het zegt niet dat hij het niet kan zijn. Het zegt in ieder geval dat dat het bewijs er niet voor is. Uiteindelijk heeft de politie iets gedaan wat volkomen illegaal is. Ze hebben met een pasje ingebroken in zijn enorme huis. Ze zijn afluisterapparatuur gaan plaatsen. Op een gegeven moment hebben ze wel wat dingen opgepikt. Hij was in gesprek met iemand en toen heeft George gezegd... van blijkbaar heb ik de Black Dahlia vermoord, maar ze hebben toch geen bewijs. En ook een bepaalde opmerking over het omkopen van politiemensen. En voilà, wat gebeurt er kort daarna? Deze man is verdacht af. En dat is een groot raadsel. Waarom is deze man ineens totaal niet meer een onderwerp geweest binnen deze zaak? Hier stopt het. Hij is niet meer verder onderzocht. Dat is natuurlijk vreemd, hè? Na die opmerking over het afkopen van agenten. Kijk, als je kijkt naar het voorkomen van deze man... en bepaalde dingen die best wel overeen zouden kunnen komen met de dader... ook dat hij een chirurg is, past hij perfect in het plaatje. Ook omdat het echt een perverseling was... en eigenlijk niemand bijna in Hollywood rondliep die zoals hij was. Die kinderen van hem zijn ervan overtuigd. Of in ieder geval Steve is ervan overtuigd dat zijn vader dit heeft gedaan. Die man ging ook onwijs slecht om met vrouwen. Super respectloos, alsof het een vaatdoek was... Die George O'Dell ging ook verschrikkelijk met vrouwen om. Ja, en ook gewoon dat geheime deurtje in zijn huis. Hij had echt een geheime kast. Kinderen mochten daar niet komen. En ja, dat werd dan gebruikt voor zijn perverse, duistere feesten. En dan dat hij ook nog zijn dochter laat misbruiken door al deze mensen. Ja, ik denk dat deze man wel een linkje heeft met de Black Dahlia. Elizabeth ging natuurlijk graag naar feestjes. Kwam in contact met rijke mannen. En hoe groot Hollywood ook is... Uiteindelijk die contacten met elkaar. Al die rijke mensen kennen elkaar wel. Wie weet is wel via via met hem in contact gekomen. Ja, er zijn toch wel echt mensen die beweren dat ze elkaar kenden. En eigenlijk schrijft de recherche iedereen al af die geen chirurg is. Iemand die geen chirurg is, kan dit nooit doen. Dit is echt, ja, vakwerk. Om het zomaar raar genoeg te zeggen. Nu had George O'Dell een scala aan hele aparte vrienden. Eén daarvan is een kunstenaar genaamd Man Ray. En Man Ray maakt hele specifieke kunst... wat echt opvallend is in de Black Dahlia-zaak. En er zijn talloze kunstwerken van Man Ray... die precies op de Black Dahlia lijken. De verwondingen komen overeen. Zo heeft Man Ray ook nog een bepaald kunstwerk van een torso van een vrouw. De armen van de vrouw liggen precies in de positie zoals de Black Dahlia werd gevonden. En zo zijn er best wel veel gedeeltes uit zijn kunstwerken die lijken overeen te komen met hoe het lichaam van de Black Dahlia gevonden werd. Nu heb ik zelf een theorie. Stel je voor dat Man Ray zijn kunstwerken tot leven wilde laten komen en dat George O'Dell Man Ray erbij geholpen heeft omdat de kunstenaar een chirurg hiervoor nodig had. Het is echt speculatie, dus neem het vooral niet serieus. Ja, tot zover de zaak van de Black Dahlia. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Misschien kennen jullie nog meer theorieën of meer opties. Ik ben benieuwd, want het is echt een zaak waar je eindeloos naar op zoek kan gaan. Hè? Het is dus nog een mysterie, het is onopgelost. Ik denk dat in dit geval er nooit een oplossing gaat komen. Want eigenlijk iedere betrokken in dit verhaal is dood. Behalve de kinderen van George O'Dell. Maar ja, de dader, de mensen die betrokken waren bij de slachtoffers. Iedereen oud genoeg, hè, om het mee te maken. Ja, die zijn er gewoon niet meer. De dader, ja, die kan niet meer leven. Dat is gewoon niet. Nee. En dat is wel wrang. Dat zo'n mysterie waarschijnlijk altijd onopgelost blijft. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een nieuw spraakmakend verhaal. Volg natuurlijk ook mijn podcast Moordkast op Podimo. Ga ervoor naar podimo.nl/moordkast en meld je daar zo snel mogelijk aan. Via die weg kun je profiteren van 30 dagen gratis Podimo. Het is geldig voor nieuwe leden, dus zet hem op en zorg ervoor dat je aanmeldt. Volgende week ben ik er weer. Tot dan en ontzettend bedankt voor het kijken.